mensen, leuk dat jullie kijken. Nou, we zijn lekker weer aan het magreet vissen. Dit keer een heel mooi dorpje. Een hele oude dorp, Vreeland. Vreeland van de gemeente Stichtsevecht. Het is een prachtig oud gebied hier. Hier stond vroeger een vatenfabriek van leer. Laat het maar even zien. Marianne, die kant op. Dat was het vatenfabriek. En nou hebben we, dat was de vatenfabriek van leer. Ja, nou is het een andere fabriek geworden met ander soort materiëlen. Maar wat, weet ik niet. Ik hoef het niet te weten, maar het is allemaal, hè. Maar goed, ik zit hier de magneet vissen en verdorie, er komt nog iets heel leuks omhoog. Het is loodzwaar, maar ja, wat is het? Ik laat het even zien. We gaan even kijken. Oh. Hop, hop, hop. Even naar de weg toe. Nou, ik had hem nog niet eruit gehaald. Kijken. Hoppatee. En daar zit vast, hè. Die terrormagneet. Nou mensen, echt. Dit is een prachtige van een magneet. Maar, zeg ik nog even. Het kan ook eens een keer misgaan. En dat was vanavond het geval. Vanavond ging het even mis. Dan moet je even die kant op lopen. En dan laat ik even zien wat gebeurt als de magneet vastzit. Als de magneet vastzit en je gaat met de auto trekken, wat een verrassing je komt te verwachten. De magneet schiet los. De magneet schiet los. Maar waar de auto bij het water staat en die klapt op de auto. En dat is niet zo leuk. Ja, u ziet het in beeld, een deukie. Nou, kom maar weer hier. Ik kan je vertellen, dus loop mee. Dat is een pijnlijk verhaal. Want deze auto staat op punt om ingeroden te worden. Leuke prijs. Ja, dat is dus even pijnlijk, want daar komt natuurlijk wat geld bij. Want ja, dit is een schade van een 100 of 2. Heb je gauw hoor. Goed, dat is jammer. Maar deze auto komt bij een vriend van me vandaan. Ik heb een autobedrijf. En daar heb ik ook al even klusjes voor gedaan. Doe ik nog eens vaak. En dat is Jos Priem. Autobedrijf Jos Priem. Staat erop. Laat me even zien. Niet vergeten, Jos Priem. Ja, kom maar weer. En ja, dat is een goede autobedrijf. Hij heeft ook nog een zaak. Die heet Van Ieperen. Van Ieperen is een Mitsubishi van ouds. Tegenwoordig is het een, ja, alle merken. Nou ja, die zaak heeft hij overgenomen in Meidrecht. Dat kon, hè, want de eigenaar was op leeftijd. En die dacht aan mijn vriend Jos. Van joh, is er wat voor jou? Nou, dat heeft hij vorig jaar is hij erin gestapt. Met een werkplaats, spuiterij erbij. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus dat dakkie, dat wordt natuurlijk gewoon gerepareerd. Dat, zo angstig is dat niet. Het is alleen vervelend. Maar ja, goed, we zijn vrienden. En dus dat wil niet zeggen, ik ga het hoofdprijs betalen. Dat is ook niet de bedoeling. Ik vraag ook geen hoofdprijzen als ik bij hem werk. Goed, maar dat is dus met een magneet. Maar we hebben wel leuke spullen gevonden. Dat wil ik even laten zien. Inmiddels zit ik nog steeds vast. Aan de touw. Nou, we hebben wat leuke spullen gevonden. Een zware ijzeren pijp, daar begon ik mee. En ja, wat hebben we nog meer, Marianne? Hè? Oude buit. Nou, dit is vast een onderdeel van een houten vat geweest. Want vroeger werden hier ook hele houten vaten gemaakt. En die werden hier op de schepen geladen. Dus dat kan je ook terugvinden op Google. Even googelen. En er zijn allemaal filmpjes van vroeger, hè. Oude filmpjes, de oude tijden. Ja, dat is leuk als je gaat magneetvissen, dan vind je het toch wel terug. Nou, ook nog een ander dingetje. Ja, ik denk dit van een boot is geweest. Houten boot misschien ergens, hè Marianne? Wie weet. Nou, we hebben rommel zat. Maar dit. Dit is wel een verrassing. Geen idee, maar het ding is wel zwaar. Ik denk toch dat het van een vrachtschip is geweest. Dus ja. Nou, dat was mijn verhaal. Ik zou zeggen,
Doe een duimpje, u hebt het gezien. Met magneetvissen gaat dat best wel goed. Maar ga je met je auto inzetten omdat je vast zit, kan het dus gebeuren. Dus ik moet er nog even over nadenken hoe we dat volgende keer gaan oplossen. Als je dus gaat trekken, hij schiet, dan kan hij dus losschieten en klapt hij op het dak. Nou ja, dat is niet zo leuk natuurlijk. Je wil gelijk paar €100 schade. En het is een, dan wordt het al een hele dure hobby. Dus ik zou zeggen, hou er rekening mee. Ik ga het even vanavond een wijntje nemen. De pijn te verzachten van de portemonnee. Maar ja, het is allemaal geld, hè. Jammer. Goed, we moeten allemaal hard voor werken. En ja, ik heb het vandaag niet verdiend, moeders, hè. Nee. Nee, we hadden vandaag geen €100, hè. Nee. Nou, kan de baas aan gaan kijken, maar als brugwachter... Kan de baas lief aankijken, maar... Hij trekt niet zijn pollen open. Nee. Goed, dat, nou ja, goed, brugwachters, hè, dus dat komt wel weer goed. Mensen, ik zou zeggen, duim omhoog, even lid worden, dan gaan we gewoon door met filmen. En ik zou zeggen, ja, alle gekheid hoort erbij, ik kan het wel verzwijgen, maar dat ga ik niet doen. Ik zeg gewoon zoals het is, ik ben ook maar een amateurtje. Ik doe maar wat en dan zie je, het kan ons misgaan. Net zo'n zware magneet, want echt dat ding, dat is oersterk. Maar het is zwaar ook. Nou, degene van de magneetvissers, die weten er alles van. Hoe deze thermomagneet te keken gaan. Goed, dat is jammer. Het is gebeurd. We komen er vast weer overheen, moeders. Ja. Eh? Nou, eet het toch maar een boterhammetje minder? Ja hoor, prima. Nou, adios. Adios. Doei.